waar u 80 mag. Ja, als ander verkeer 80 wil, dat ze soms rare dingen gaan doen om u voorbij te gaan. Oh. Zoals je misschien kan zien op die camera, rijdt voor mijn auto en die rijdt ongeveer 65 waar die 80 mag. Hij slingert wat, hij rijdt wat nonchalant. Dus ik ga even kijken wat hij aan het doen is. En als hij niks aan het doen is, ga ik hem even controleren op of hij iets gebruikt heeft van alcohol of drugs. Want een beetje bijzonder. Nou, hij zit ogenschijnlijk gewoon stoïcijns voor zich uit te kijken. Hand een beetje nonchalant uit het raam. Volgens mij rijdt hij gewoon lekker rustig. En is hij zich van geen kwaad bewust. Maar ja, het is wel opvallend. Volgpotje aangezet. Kijken of hij meegaat. Op wat verstander terug naar de 3-10. Beetje hulp, nou gaat hij mee. Ja, hier! Ik zal eerst een hand geven. Niels Hoogma, rijd altijd met de riem los. Huh? Rijd altijd met de riem los. Ja, hij staat een beetje groot. Hij staat een beetje strak. En ik was net klaar. Oké. Nee, maar het valt op, u rijdt bijzonder rustig. Ja. En dat is niet strafbaar, tenzij het te gek wordt. Het gevolg is, u rijdt 65 waar u 80 mag. Ja, als ander verkeer 80 wil, dat ze soms rare dingen gaan doen om u voorbij te gaan. Ja, dan kunnen ze zeggen, dat is hun probleem. Ja, maar we moeten wel een klein beetje met elkaar proberen te doen wat we moeten doen. Maar u slingert ook als een gek. Je gaat op een gegeven moment helemaal over de middenas heen en weer terug naar rechts. Ik had niet zo in de gaten, maar... Je bent gewoon heel ontspannen en moest een beetje aan het rijden. Nou ja, enigszins. Ja. Enigszins. Ja, dat geeft niks, maar voor tegenliggers wordt dat vervelend natuurlijk. Ja, en ik wou u inhalen, ik denk, nou, ik weet niet wat deze beste man aan het doen is, maar laat me heel even wachten. Oh. Want als u helemaal naar links komt op het moment dat ik er net langs wil, dan gaan we elkaar aan. Dat snap ik, ja. Maar je zat met het Ford logo nog over de middenas. Over de middenstreep. Oh, ja. Wil je de beelden zien? Ik heb mooie video's daar, maar dan... weet je, op zich geloof ik je, maar... We gaan even een blaastestje doen, dat in ieder geval. Dat zal het misschien niet zijn, maar... Ben je met andere dingen bezig dan? Of wat? Nee, nou, op zich niet. Nee, maar ik denk misschien doordat ik weinig gang had of zo. Dus ik pak even mijn dingen. Maar klein momentje. Het rijbewijs voor mij even. Dat zou kunnen. Ja. Dit die riem even los deed. Dat zou kunnen. Alles eerder op zijn ding geblazen? Ja, jaren terug. Oké. Okay. Theorie is hetzelfde. De bodem hoeft er niet uit. Het doet geen pijn. Gewoon even rustig blazen als ik stop zeg. Hou hem zelf maar vast hoor. Dat is het makkelijkste. Ja. Gaat uw gang. Stop maar, merci. Kom. Nou ja, dit is voor elkaar. Dan die gaan we even niet opslaan. En klaar. Nou, mooi. Wat doen we het gewoon zo, maar nou ja, het valt gewoon op. En dan wat doe ik liever? Een praatje maken en even controleren dan dat we straks brokken hebben. Ja, dat heeft niemand wel dan. Prima, nee. Ja, ik heb inderdaad ik reed misschien niet heel vlug. Nee, maar dat moet ook niet per se, hè? Nee, maar probeer wel een, zeker als je verkeer achter je rijdt, wel een klein beetje. Ja, wat de pest is, en zeker als je meerdere voertuigen achter je hebt, je krijgt de meest gekke kap. Capriolen omdat ze je dan voorbij willen. Ik snap het wel. Nou, je hebt kunnen zien, meneer even laten blazen. Hij was gewoon lekker relaxed aan het rijden. En de broek los om de buik wat ruimte te geven. Nou ja, misschien dat het geweest is, zeg maar. Deze weer gecontroleerd. Ik ga weer verder.